Ja, dat is anders die ook zeggen. Ja man, met leeg. Wat zei ze? Wat ik doen ben. Ik ben de vleesprijs in keuren natuurlijk. Wat een geluks me niet. Maar mam nu samen dit joh. Zeg, waarom belt ze eigenlijk? Wat heb ze gedaan verstaan? Een tulbandje. Oh, dat bedoelt zijn grote koek met zijn groot loog in het midden. Wat ik zou je boven zetten. Maar mam, dan vergeet ze in haar kop nog een keer. Zeg, mam, nu is het toch wel eens, hè? Hoe lang blijf ik nog weg? Ik denk, nee, kom ik wel met verf, mam. Kom ik wel met verf. Nee, mam, dat vergeet ik niet. Vergeet over niet. Gewoon doe wat ik doen wil, ja? Hoi. Een grote koek met een grote loog in het midden. Die verzetten het. Ach ja, mensen, heen die veel en heuvel, hoeven dat alleen maar op te eten. Ik stomme zak dat ik ben. Dat uitgerekend mij dat moet gebeuren. Oh, ik moet een dokter eens gaan bellen. Ja, dat doe ik niet. Het eerste krijgt ze een recept wat ze niet kunt lezen. En een aanrekening die ze maar kunt lezen. Een pleister. Ik moet een pleister hebben. Een lekker van een laag met een hoofdzooi. En zie je kijken. Oh, weer. Ogen alleen maar rotzooi. En zo zie je nog doodbloeien als je die eigen veermoeren in. Papa, oh. Wat zoek ze eigenlijk? Ik jong, een pleister. Een pleister? Oh. Hoeveel ze dat nu had ik? Door de tank te poetsen, shop. Oh, mijn papa, moet eens kijken. De bloed is dat werkelijk. Ja, wat hij is toen gedacht dat rode zweet wordt. Zeg, wat is gebeurd? Ik heb mij vanmorgen met Schermer aan mijn kop gesneden. Zeg, het sinds meneer Scher stoedig aan de veurkop. Ik ken mijn Schermer nu ik wil en zorg ik liever dat voor een pleister vangen en vraag niet zoveel, joh. Goed. Ik weet wanneer niet te vingen in het afkerstje van mam. Oh, stop, kwatsch. Daar vingst u wel goed te privé in de story die weer in de wedstrijd houdt met kosten die de waarheid zit. Maar die doet pap. Ik pak de verband trom nu de auto aan in de garage. Maar ja, dat is goed. Oh, stop, hier gebleven. Doe geen zin door de garage. En waarom niet? Omdat die verband zoals nimmer in de auto leek. Ja, pap, gisteren waren we er nog. Gisteren is gisteren en vandaag is vandaag. Die heb ik aan de buurman gegeven. Oh, maar dan maak ik graag een seizoen, pap. We hebben een reserve. Het is ook die tweede plank in de garage. Stop, hier gebleven. Oh, ik geloof dat het niet goed werd. Oh, papa is een hoor. Dat kan ik gaan niet tegen, want als ik gisselijk werd, dan moet ik dadelijk oh. Zeg, doe even rustig aan, ja? Oh. Dan moet ik nog mooi de mondbeademing geven, hoor. Oh nee, dicht niet.
Als dat moet gebeuren, vroeg ze niet van die neven, maar dat heeft met zijn EBO-diploma. Ja. Ik heb het weer in de gaten gekomen. Zeg, die smaak is gelukkig nog niet zo duizelig in het weer. Dat zeg wat zeg nu eigenlijk heb spaar. Wil dat weer een playstore beginnen? Ja. En een borrel. Jong, dat is het beste idee was er sinds Stevens gehad. Ja, ik denk dat het drukje mij wel goed zal doen, eindelijk. Wat een heel lang. Och, volgens mij begint het al langzaam beter te gaan met de gezicht. Zo'n drukje, hè. Houdt dat ook voor een hond te desinfecteren, zodat alle basculen doorgaan. Vaccines. Ja, die ook, joh. Die ook, joh. Eens even kijken. Dat brandt u net zo richtig. Ja, dat kunnen we ook door de alcohol wat daar in zit. Dan ken ik het beter toch van hoe drinken, want van binnen hoe werkt dat veel in smik veel beter. Keurig van leer. Ik ken die fruit beter opruimen, hè. Men heeft niet van niks gezag, hè. De drank is de ergste vijand van het volk. Ja, maar ik heb al het zo eens gelezen, want heb u vijanden lief. Ja. Dus, Kijk het zie, wil ik hier tussen de fruitje vinden. Een pleister. Ja, die heb ik toch. Ik heb hier gelang voor als ik soms onder het drinken in een glaas of snee. Jezus, kom hier, laat ik dan eens kijken. Zo. Lees erop. Dit stond! Ik klaar eens kees, hè. Pompa, allez, stang op. Je kunt nu alweer gaan staan, dat is niet meer zielig. Ja, dank. Zeg, fix het zeker niet, hè. Ik ga wachten dat ik mij even een auto pak. Dan vaar ik even huip langs, hè, vreund van mij. Doe geesten met de auto door gezien. En waarom niet? Opdat de auto nou de knoppen... Wat klopt in een auto? Ik bedoel, maar als toen met de auto gereden hebt, zat er dan op de knoppen is. Zeg, wacht eens even, hè. Ik heb een heilige ijzeren koven, denk ik, ook nog maar nooit zijn schramp toegebracht, hè. Ja, en er gewoon ook voor zorgen, hè, dat het in de toekomst niet gaat gebeuren. Doe best nog jong, hang maar lopen. Die extra ongevallig, die willen nog een schat van de wereld zien. Opeens mag ik de auto niet meer hebben. Alleen omdat stoer ik de koffer maar gerust tegenaan gerend heb. En dat ze die kleine en grote hersenen er maar over de werkschips liggen. Ik ben met mijn kop door eens tegenaan gerend. Ik heb me vanmorgen met de chair gesneden voor mijn kop. En daar bedoel je los, baas of je niet? Pablo, ik alsjeblieft niet lachen, joh. De chair is al 25 jaar elektrisch. Ja, maar ik heb me vanmorgen uitgeschouwd omdat de knoppen weer eens kapot worden. Ja, tuurlijk. En aan de andere kant van de kop heb ze zich zeker in een versoos met de chair kwast. Heel aardig bloot te werken, kijk eens. Oh ja, maar kijken in de spiegel. Och joh, de ganse blauwe plaats. Dat kun je goed doen. Dat kun je goed doen. Blauw is toch die lievelingskleur. Ja, wil ze alsjeblieft niet spotten met die levensgevaarlijke verwoningen van in de pal? Oh, zeker goed. Weet je wat ze moest doen? Bent je gekoond compras om de koop best wel vanaf. Zeg, toen mens toch zeker niet. Dat is hier rondrijden in een of andere maar een hartje van huis naar poer, hè? Dus ik kreeg hem neer. Wat? De auto. Ik heb nergens zag in de blijf, nee. Goed. Pak ik de brommer wel weer. Ho, stop. Doe ons de brommer niet uit de garage. En hoeveel kan dat niet? Als je mij telt, de brommer uit de garage en schraven de best, rits me gewoon een krets op de auto van vuur te dragen. Zet ik maar, ik hoor de brommer wel uit de garage. Wat zal dit allemaal ons doen in deze erbarmelijke toestand? Maar Jean, zet die even, ik ben zo druk. Wat heet dat, dierie? Meent ik heb een hersenschudding. Hersenschudding? Ja. Nee, dat kent ze op het huiskering zijn door. Komt er van met je niet aan, bent? Nee, joh, ik kom de pap halen. We hebben vandaag vergadering van de Vereniging voor Veilig Verkeer met als onderwerp het zebrapport in onze samenleving. En de paar van die motor lezingen verhouden. Dan mag ik verrug hopen dat het onderwerp niet verandert. Velt het zebrapaard onder de dierenbescherming. Oh. Jo, zeg maar, hoe is het eigenlijk hier? Want we een lange weg moeten zijn. Daarom moet je natuurlijk een auto niet hebben van een auto? Ja, dan moet je hier met naar de vergadering gewoon natuurlijk. Nee, kwartje, hoeveel komen we in een auto? Want voordat de pap met die lezing moet beginnen, hè, dan heeft hij eerst het vloeibare steun nodig. En daarvoor reed ik een soort vriendendienst, snap je? Dat is echt te gek.
Niet zo te gek. Ja, ik bedoel, dit deed zo eigenaardig. Oh ja? Maar, hoe is het eigenlijk hier? Deze is met de brommer goed te zetten. De brommer? Ja. Wat moet er door dan in godsnaam mee? Hij moet daar niks mee. Ik moet hem hebben. Omdat ik de auto niet kreeg van hem. En daarvoor had hij die brommer gedaan. Is wat ik zag. Maar, kennst ik als jongen gaan dat wortel denk je hetzelfde voor die garage hoor. Oh, voor die neer. Nee. Dat heeft hem ik net nadrukkelijk verborgen, hè. Oh. Ja, dat is een wat aardig en aardig, joh. Ja, dat heb ik hem ook gezegd. Sinds hij bezig vanmorgen de Kopbergs tegenaan gerend heeft, hè, is hij overwegend plan. Dat is toch zeker niet waar, hè? Ja, en de garage mag niet meer komen, de auto mag niet hier, ja. Mijn eigen brommer moeten zitten, hoe, maar mag al helemaal niet meer. Zeg maar Bert, koud dit nog allemaal? Kent dat die lezing dan nog wel een auto lezen? Deze mag voor u volgen. Zo, Bert, tijd voor het hoes. Best voorzichtig schakelen goed, kijk goed en maak geen brokken en doe niet de gordel om. Kijk dan toch de auto met? Ik heb nee gezagen in het blijf, nee. Ja, wat moet ik van de godsnaam de gordel om doen? Gordel. Ik bedoel, zet ik de naam op en riem het goed. Oh nee, ik word van plan in de met te nemen. Zeg de dag, zorg toe dat ze daar alle vijf te boven en zo bij wie kreeg, ja? Of moet ik soms de dokter bellen dat er even nog een kiezen? Als toen niet maakt dat ze weg kunnen, ze hebben zo dadelijk een specialist nodig. Oh, rustig, doe maar rustig aan, klinisch, of ben ik. Wat is er weer vraag vandaag, hè? Ja, van mijn eigen kennis als ze van moeten hebben. Ja. Nee, aan mijn knie. Maar die pleister is hem ook geschoren. Sorry, maar ik vroeg al niks meer. Ik heb een gade in de kop. Ja, dat hebben we al lang gezien, want er ligt nog een beetje zeksel op in de show. Och, wat zijn er weer leuk vandaag, wat zijn er weer leuk vandaag. Meisje, ja, dich, als best, mijn beste vriendje kan ik je rustig volgen, hè. Ik zit met een heel groot probleem en ik hoop dat het toe me goed is, rot situatie kunt raden. Zeker jong, dat wens ze toch. Als ik het voor die doen kan, dan doe ik dat. Wat is gebeurd? Loester, ik moest vanavond, ik heb me zitten brengen. En op de terugweg zag ik op de Riksweg een heel leuk jong en aardig meisje staan. Aha. Wat aha? Niks aha. Je weet toch wie ik ben? Zeker. Ruimdenkend. Hulpvaardig. Ja, toch, en het zo goed doet. Dus, ja, want als ze oud en grijs waren geweest, zou ze zo beslissen op de school. Ja, ik heb het goed vertellen. Ja. Moest ik dat zo met onze typjes zo, wat in de vrije tijd niet weet wat het met de type moet aanvangen. En dat heilige, die goed gesneden bluesje aan, zeg ik, met de ongeren. Zo'n prachtig golvend heuvellandschap. Hey, en dat heilig toch het strakke spijkerbrood aan. Hè. Ja, dat moet volgens mij van de eerste etage gesprongen voor in die brood te komen. Oh, non de Joep. Zeg, oh. Kent ze het een beetje voorstellen? Man, zwieg, ik zie het vormig in 3D. Jean, mijn beste Jean. Ik zocht dat allemaal voor jou. Ja, zeker. Hey, en het heel nog een burgje voor ze kennen, opgeschreven sting Amsterdam. Hè. Dus ik knip ook door met dat linkse oogvormige. Want ja, dat is toch het beste die getreden natuurlijk. Ja, en met dat rechtse oog kreeg ik nog dat burgje op het voor zijn wedstrijd. Oh, dan zullen ze toch wel meer naar die borst gekeken hebben als naar dat burgje, nee jong. Loester zijn. Dus ja. Ik kijk naar haar, hè. Ik begin rustig te rennen. En ze kijkt me aan en met zijn dankbare blik in de ogen. Ja, het is een hoopvolle blik bedoeld. Ja, juist. Dus ze kijkt naar mij, ik kijk naar haar. Vergeet ik mij toch een wens te remmen? En ze schreef de ogen, ik moet! Hoe je leven eeuwen, Joep, heb ze er zeker in omgereden. Nee, zo gek word je niet. Die is op tiende weg gesprongen. Ah, gelukkig zeker. En toen? Stuurde die vol op het gas! In plaats van op de rem. Dus is het! Oh nee! Hey, en toen knalde ik met mijn 140 pk vol tegen een verkeerspool aan. Oei, Joep, jong. Ja, dat zag ik ook niet, de chance ook. Zeg maar, wat hoorde ik van de verkeerspool dan?
uithollig over de wijs. Dat was er dat wel fijn wie dat heuveltjes langs had wat ze zien. Shame goed. Nee, maar wat ik zeg, de auto van me, dat is al goed. Ja. Oh, hey, het rechter spandoek, rammen in. Ja. Koplampen weg. En de bumper, dat was meer aan de boer constrikte. Oh, nee. En dit met in de kop tegen de veurhoed aan, en de rem om natuurlijk. Juist, toen zei ze, man, die kan je levenslang dood kunnen zinnen. Wat zo wat. Engelen, die gaan naar de hemel, duvelen naar de hel. En dit met een vriend, wij mogen goed kiezen, hoe ze goed ging, herging. Check, deze aanring, die brengt me in de diepste problemen. Oh, wat jong. De beste acteurs wie ik alles verzekerd, dus wat zou het? Ja, maar ja, wij is hier nu bij ons in huis nou niet onder het hoofd van het gezin? Ja, nou? Zich joh, en Fini is een huis, en wordt een huis draait, door draait de kop ook joh. Zijn, je kent mijn Fini toch hè? Mm-hmm. Wie dik heb ik al niet tegen hem moeten zeggen, als het met de auto ging rijden, want best voorzichtig, kie goed. De bent zwaar. Jo, dat heeft ze minst verteld, dat gehoor joh. En dat nog die verkeerszinzee, jekere chauffeur, een halve garen is. Behalve die. Juist, dus is het. En dat er gelukkig nog chauffeurs zijn die zich bekommeren om arm jong meisjes wat langs de weg stoom. Zijn shaming als te bleef oetreuver. Hé, maar even gaat anders. Hoe is dat meisje eigenlijk gebleven? Ja, dat weet ik ook niet. Maar dat kan ik toch wel vertellen, hè. Dat heeft zich ontrokken aan een strafbaar feit. Strafbaar feit? Jazeker, dat heeft mij als chauffeur zinde het ganse gezichtsveld scheef getrokken. Nou, wacht maar. Dat is die nog een keer tegengekomen. Die zal het beleven. Hè. Zo aankijken dat ik in plaats van op de rem vol op het gas doe. Tja, Joep, jong. Jij werkt misschien werkt dus wel bij de gasunie of zo. Ja, dat weet ik niet, Schenk. Met mijn ganse autoriteit is het ongeknoppen, hè. Mm-hmm. Mij wordt het gans, mijn gans leven lang het schmiegen opgelacht. Ach, wie moet ik dat doen? Maar even wat anders. Heb je het alleen maar eens gezien aan dat auto, denk ze? Nee. Ik heb de auto met de schaar kan vuur tegen de muur gezet. De langslopen kent ze niet. En de schaar vindt graag niet te zien. Ja. Ik heb de garage afgesloten. Nou, wat nu? Maar het is gewoon eenvoudig. Verbellen met de wielhermes, hij de carrosseriebedrijf, en dat is een vakman. Die wordt alleen gebeld over mijn liek, met nog geen pinkumte in mijn auto. Ja, maar hoe gebeurt dat niet? De man levert toch prima werk? Dat kan best wel zijn zin, maar dat heeft ook een andere kwaliteit, hoe ik niet zo van gecharmeerd ben. Allee, welke andere kwaliteit? Op het laatste middenstandsbord. Hij heeft er de ganse avond achter mijn Fini aangezeten om het haar te kunnen dansen. Ja, ben blij man, maar hoe is het niet de mensen in de meug te maken? En trouwens, daar was ik even voor me op te dansen. Maar niet mijn Fini. En mens toe. Dat hij zou kunnen zwieren over die aanrieging. Want ja, ik heb hem op dat ballonnetje dorpskozenova genoemd. Oh, jong. Nou, dan heb ze toch wel gelukt gehad dat hij niet kan spinnen tegen de deur. Ja, de vraag is inderdaad, wat nu? Ja, juist ja, wat nu? Eens kijken. Zeg wel eens. Jazeker, dat is het. En? Dat doen we voor jou. Tel op, Jan. Dat is het. Kijk, ik heb niet zo gedacht dat de auto van dicht wordt vanaf geklapt. Hoera, mijn auto wordt gekloond. En doen we? Ja, door een dief natuurlijk. Ik snap ook dat oma de auto van mij niet gaat klauwen. Maar wij staan een dief. Dief. Wat? Ik? Dus ik word binnen een eigen auto geklauwen? Zeg. Ik luister dus ze niet goed binnen de kop dus. Ja, doe eens dat. En ik ga zo. Nou, je vroeg. Mijn oers zus, hè. De duur van een auto van, stel ik eens de garage moet. Dan rieven we met hem tot aan de rand van de bos. Daar laten we hem dan met de rechtse kant tegen de bomen lopen. Ik breng het dan met mijn auto terug heimisch. En dan sticht hij mijn oren vaak zogenaamd opsteeds. Dan roept ze mijn auto is geklauwd. In een auto is geklauwd! Nee, schoop, niet zo blie. Nu hebben ze mij nog een auto geklauwd. Juist, zo. Nou,
gebeld aan de politie. Die vingen dan natuurlijk meteen een auto door naar Ankenbosch. En wat constateert de bouwer dan? Dat een levende stomme zang is en ik een auto rijd. Ja. En dat er zo naar mijn auto tegen de bomen aangeknald. Zo is dat. Zeg, die best, die grootste, bedreigen, die op deze wereldbol ronde. En Nobby, mijn beste vriend. Ja, zeker, joh. Oh, Joep, we moeten nog wel echt gewoon jongen, het zebrapaard waar we op te komen. Maar wacht, even de papieren pakken, hè. Want zonder papieren ken ik niks. Ja, en die garage is afgesloten. Ja, ja, sleutels hebben in de tijd. Oh, ja. Oh, nee, dat kan we nog fijn, hè. Zeg, houd de moed. Blijf rustig, vertel niet te veel. Want die vrouw die op de dag van de dagen, die zijn nog geraffineerder wie de fijnste zoeken. Hallo, daar ben ik. Hallo, Vero. Moest je niet weg, die vergadering? Moest er op drie uur? Ja, vind die vrouwen al langer weg moeten zijn. Maar ja, die dierbare echtgenoot die heeft een ongelukske gehad. Met een auto? Fini, je denkt toch zeker niet dat ik niet een auto rijden, hè? Och, god, god, ik zie het al. Een grote pleister en een kleine blauwe plek. Dan moest het niet kleiner maken dan dat er al is, hè? Ik weet niet wat kijk, hè. Dat blauwe door, dan wil je eens kijken of dat een Porsche weer een Porsche gewoon is. Zeg, maar wat is er nou eigenlijk gebeurd? Ja, kijk, hè. Joep, dat is de straks van de keldertrap afgevallen, mensen. Ja, van de keldertrap tegen de oude balk, hè. Er is toch vaak geen balk? Ja, maar dan wordt het wel niet, dat kan ik ook. Ik bedoel natuurlijk tegen de houte trapleuning aan. En wetst u, wat ik toen dacht, dat is helhoud. Ik denk, toch heet die lezing. Maar jong, kom eens, lang eens even kijken. Is het erg, deed het voor pijn? Alleen als ik... Hallo, zeg, is het net of je boven het veld tekort komt? Maar ja, met een drupje ben ik er weer redelijk bovenop gekomen, joh. Eén? Ja, het zullen er wel een paar geweest zijn, Fini, want hij moest het van binnen en van boete verdoven, hè. Maar jong, we moeten ook. Ja, we moeten gewoon. Ja, ik moet ook. Hoe was toen het heen? Ja, niets heeft gebeld. Niets? Welke miets? Welke miets? Mijn zus natuurlijk. Och ja, ja, die ja. Die komt tot Eindhoven met de trein van 3 uur en ze heeft me gevraagd of ik er van het station af wil komen. Ja, is goed dan. Ja, hey, hallo. Heb zich die garage afgesloten? Maar hoe vroeg ze dat? Omdat ik een auto nodig heb. Denk ze soms dat je met de soep kan halen? Nee, dat kent natuurlijk niet, maar Fini, de kent ze met de auto gewoon. Ja, waarom niet? Omdat er is je aan het sturen. Als ze nog rechts draait, dan gaat de auto nog rechts draaien. Ja, zeker, dat is een soort PvdA-stuur gewoon, Fini. Juist, zomaar ineens. Nou, ik weet het wel, hoor. Toen wil ze niet hebben dat ik met een auto vaar. Doe ze immer vrouwen kennen niet rijden. Hoofie, dat is te veel gezongen. Geer vrolijk, geer ze topklasse. En dan meteen je wagen. Ja, dat kent ze wel zeggen, maar dan weet ik nog niet waarom dat ze die garage hebben afgesloten. Dat is gedaan omdat ze veel auto's geklauwd hebben. Ja, open garages, vind je het? Ja, voor auto's geklauwd, joh. Goed, dan sneed ik de garage er wat af als ik gewoon. Maar ik heb niet die sleutel, maar ik moet gewoon. Nee, maar Fini, de kent ze de auto niet hebben, omdat de inzonderen aan de remmen. Ja. Wie kunt het dan dat ik dicht toe straks weer een halve gek hier langs op zijn varen? Fini, omdat ik met dat makken maat natuurlijk zo snel mogelijk toe zou zijn voor dat er ongelukken zouden gebeuren. Nu zeg eens over die vrouwenkul, ja. Geef me die sleutelen, want ik moet weg, die sprookjes van die altijd. Nee, vind je, de kent ze, want de is al geen aan de hoedlood, dat hij zegt. Ja. De ganse auto, de wiebel en borrel ja. Naar links en naar rechts. Alles wiebel en borrel dan de ganse auto, joh. Alles wiebel en borrel. Denk je soms dat ik eens ben zonder grieze massa in boven? Hoofdje. Nu moesten ze even heel goed naar me knoezen. Als ik dit zeg, dat de auto naar de knoppen is,
Dan is de auto de knoten knopen en dan met schloes fini bas dat uit. Zweer! Zijn zweren zijn we. Niks ervan, doe maar zweren. Ik zweer bij alles wat raak en vooral scheef is. En niet maar steeds heb fini geknoopt, fini oppassen en zelf de boel naar de knoppen maar brengen. Fini, toen veel meer. Ik heb al gedroomd vannacht. Vannacht? Ja, dat deed me meestal, s'nachts. Ik heb gedroomd dat ze een auto-ongeluk hebben gehad. En dat was hartstikke wit. Je meent het niet. Ja. Dan zult ze wel tegen de meerderwagen aangereden zijn. Heel goed. En dat was ook rood. Bloedrood. Hoe wordt dat dan gebeurd? Ja, dat weet ik niet. Oh, maar dat zal er komende nacht wel ruimen, Fini, want dat is een serie, ik heb een minuut stuk. Geloof het op, ja. Met Fini. Door met je godsnaam. Je groot plezier en bel dich eerst te blijven in een taxi. Ik zou je oogt maar toedoen als ze met een auto zou kunnen rijden. En ik hoop dat alle heiligen mij zullen bijstaan. Ja, amen. Ja, amen. Nou goed, dan pak ik gewoon een taxi als het terugt, als het rustig is. Goed, dank je. Jong, die gebeden zijn overwerkt, maar dan moeten we wel echt gewoon naar school. Goed, Fini. Tot straks. En denk aan mijn dromen. Dag, Fini. Dag, Fini. Spreek ik hier met taxibedrijf, Smeet? Ja, je spreekt met mevrouw weer. Zou het gewicht direct een taxi willen sturen? Zeker. Alle taxis zijn weg. Een halve wachten? Nee. Ja, nee, sorry, dat geeft niet. Dat geeft echt niet. Ja, goed, dan moet ik een andere oplossing zoeken. Bedankt. God, ik hier goed doen. Dat die niet gewoon, dat kan ik niet goed doen, eens even denken. Ik zou dat weer aan eens kunnen bellen. Dan kan ik schrijven, 3-4 in de straat. Maar dat doen we hier van niet. Ja, ik heb het laatste middenstand bouw op de dan zit hier liggen te zeven aan mijn kop. Een schieken. Reservesleutels. Dan moet hij toch ergens reservesleutels zijn. Ach mijn god. Wat zo jammer, wat zo. Hupstig, die turban doet het overgepakt. Ja, dat heb ik gedaan. Oh, fijn, want ik moet weg. Doei! Maar wil ik wel in de winkel. We zijn op schiep. Stel dich niet zo aan, joh. Wat ga je trouwens doen? Vliegen vangen. Nou, dat zal ik maar laten als ik die gewoon de poppen straks toestel. Wil ook nog even doen hebben. Ik ben weg, hè. Doei! Ik vroeg me werkelijk af wie ze mij kwart getrokken hebben in de brakje. Die zijn maar weten. Die zijn er helemaal nooit zijn het thuis. Een kwartier van de blaad van me gaan. Oh, joh, ben ik hoor gebleven. Hallo, boy. Hallo. Bist du hier de boss? Boss? No. Ich bin Bert Weijers. I mean, bist du de boss van dit geval hier? No. Dat is mijn godvader. Hugh Weijers. Oh. Zeg, do you perhaps have a whiskey for me? Een wat? Een whisky, with a little bit of water. Zeg, you bent ook een brutaal sodemieter, hè? How is it, boss, met een whisky? Nu listen eens to me, ja, to a girl. Ja? Je bent not in a saloon, nie. Je bent op nummer 13 van de Meusjebar. Heb je even een saloon, ja? Ik heb geen saloon en ik ben ook no boss, ik ben de zoon van de boss, ja? En wie de wee, we hebben nu whisky in de shelter. We hebben wel melk. Ik heb zicht van Fireboy.
Fire. Oh, dan moet ik even look in de lee, moment. Look hier, een fire machine heb ik. Smoke? No. Ja, ja. Ik ben sportman. Ja, ja. Oh, zeg, heb je last met een airpipe of wat? Do you have a roof? Zeg, kent zich ook een Limburgs praatje met me, ja? We have geen room, we hebben kamers. En wie de wie, zo'n geval is Hugh en van mensen met penen van te nemen. Goed. Dat is een ander woord voor boypay. Well. Typisch een voorbeeld van mijn eigen gereed selfish walwaardsmilieu. Daar we ruimte nodig, domme langere voortijd leggen. Zeg, girl, nu lessen ze even very goed naar deze boy, ja? We hebben nu geen time hier, hè, voor die feministische piezingen als you, ja? Snap you? Foei. Moet nog stichter worden eigenlijk. Dat zou wel in de kaapstok hangen. Well, dat is een kwestie van taste, boy. Och, doe je nou, doe je het zo wat? Dicht in de poekel op de street. Oké. First, wil ik een drink? Een drink? Nou, klopt. Ik ken ze haar van de apparaat. Allee, let's go, boy. Kom op. Dat is nog een keer in plaats van een Engelse ziekte. Alsjeblieft, hè? Cheers. Cheers. Zeg, zal ik tegen je tellen? Ja, met superwagen heb je zo niet, hè? Doe leer een opschufferke. Zeg, nog een man? Yes. Ja? But hungry, I'm too. Hungry, ja. Maar net als gezegd, hè, laaf de dorstige, voet de hongerige, kleed de naakse. Dat geen schaamt niet, dat steekt niet. Die liggen onder de fauteuil. Zeg, Hungary, hè, zal Bert mee tegen een boterham met salami? Yes, lovely. Ja, okay. Wat een moment dat ik moet to the kitchen komen, ja? Ja, dat is toch wel een leuk mannekaartje. Ja, dat is wel niet diep, moet ik zeggen. Dat we alleen het jaar mee wat we moeten doen. Zo is de butter aan het salami. Kijk, waar is er nu eigenlijk in? Oh, het zeg, girl, wil je picknicken hier aan de tafel of denk je het midden op de boot? Ja, hier of course. Oké, kom. S'il vous plaît, ja? Wacht, dat is Frans, Engels. Zeg, girl, tel me eens, hè. Waar kun je eigenlijk voor omher? What shall I say? Well, laat maar hangen. Ik bedoel, waar wil zo goed toe gaan? Can you leave? Ja, wat laat in de dag ik aan? Nou dan, pick up een boek in mijn rugzak. Amsterdam, Parijs? Zeg, waar wil ze eigenlijk goed toe hier? Oh, maar dat leek me net aan. Uit welke direction de kaas komen? Oh. Ja, maar, zeg, deze inch oog is toch ook beautiful? Yes. Maar,
what I want to ask you, is in this town of a big man geboren? No, alleen een lille poot. Zeg het niet erbij, hè? Wat zeggen die mummy en daddy ervan eigenlijk? Die? Ik ben toch zeker oud genoeg om te know what I do, hè? Ja, of course. Je bent een big girl, denk jij. Ja. Zeker. Dat ze hebben een vriend. Ja, kom maar. Ik denk, dit is een opzak. Kijk, mag ik dich vragen, wat is die neem eigenlijk? My friends, die noemen mij Topsy. Oh, Topsy. Zeg, en heb je mij wel veel friends staan, hè? Sorry. Ik heb ze niet geteld. Ja, maar doet ze alleen maar de noos in de kont, hè? En had je liever een glas of melk? Oh ja, maar dat is ook beter voor dit jaar. Ja. Yes. Wait a minute, ik heb de koe in de kitchen staan. Maar zo, is met die in slaap gevallen. Ik heb even gewoon een spin met kunnen terug naar mijn geloof. Wat kan ik dan nog met doen? Hè? Ik heb hier niet zo laten liggen. Hè? Van lekker die op een kleine kamer geboren. Dan ziet niemand zijn. Maar ja, zo een beetje opruimen. Als je mam ziet dat niet gedronken is, dan moet ik wel goed liggen. Weet je op dat kamer kan ik liggen voor. Toch kent iemand van mij gaan weg. Ja, is mezelf gedaan, schrijf. Oh. Dat is goed voor Alika. Vitamintjes. Zo, kom Lady D. Ik breng die up upstairs. To the little room. Allee, kom op. Dus ik betaal me net. Ach, ik heet toch niet aan de schaar? Oh nee, wat dan wel? Ach, je bent niet getrouwd, dat snap je toch niet. Dat is zo. En daar ben ik onze lieve Nierken ook zeer dankbaar voor. Maar ik begrijp die gezegers niet. Er gebeuren iedere dag honderden auto-ongelukken. En aan een deuk is nog nooit iemand gestorven. En dat jij nog geen noemschijn hebt. Daar heb je helemaal gelijk. Maar mensen, wat voor preken ik de ganse tijd nu moet aanhuren van jou? Och, word maar toe eens gebleven. Geur het maar zeggen. Ik heb dich toch gezegd, Vinnieke. Pak een taxi. Ik heb gedroomd dat het zou gebeuren. Ach, voor mijn bed moet gekeken. Vinnie, het wordt toch maar een parkeermeter. Maar een parkeermeter. De euro's die vlogen me om de oren. Wat is nog leuk gehad. Het tweede pulkje erachter heb ze niet geraakt. Gelukkig hebben ze dat. Nou, en de spatbord.
Dan zou een deur zo groot wie een schildeur. De lampen gaan kapot en de bumper. Maar het liep meer op de kurkentrekker. Op geen verlijf dat meer, dat zoekt er allemaal uit. Fini, zei je goed. De wereld draait even goed wat door. Ten slotte zijn er genoeg carrosseriebedrijven die van zulke deuken moeten leggen. Daar heb ze gelijk. Ik ga nu naar mijn bellen. Maar ik ben verzeker. Daarna niet in mijn aanwezigheid te nemen. Ja, er zijn genoeg andere soortgelijke bedrijven in de buurt. Daar heb ze helemaal gelijk. Maar het bedrijf van Wilhelmus is de enigste die me direct kan helpen. En dat moet ook zo zijn, want Jules mocht trouwens het enigszins van kent niks van weten. En dan is de Wiel Hermans van de Sticht de juiste man. Laat me niet lachen. Dat heb ik vroeger ook wel eens gedacht. Maar laten we er maar over zwiegen. Het is een gemeene achterbakse vent. Heb ze dat? Niets. Ik begreep het helemaal. Maar denk ze mezelf niet dat er al lang spieter vanuit gaat dat ik in de steek gelaten heb? Mijn hele oets zijn bij mekaar. De woning ingericht. Trouwdag bepaald. Opeens trouwt hij mij met een dochter van een rieke ambtenaar. En toch ben ik hem. Dat moest ze zelf weten, als ik mijn auto hoor. Je hoort dat ik de mensen niet bang te zijn voor al die opmerkingen van jou. Met een carrosseriebedrijf van de laat? Ja, meneer. Je spreekt hier met mevrouw Weitz. Zou je misschien direct hier naartoe kunnen komen? Nee, best te gek op de stem. Nee, dat kan ik je graag door de telefoon niet vertellen. Dat moet je zelf komen bekijken. Nee, het is niet wat je er denkt. Oh, oké, okay, fijn. Ja. Fijn, dan zit ik zo meteen, hè? Hekken. Ik dacht dat toen de tijd mijn hele wereld instortte. Maar ik heb mijn lijf niet laten uitduiken als ze dat wil. Niet zo snap dat ze verwikkeld is. Maar daar heb al lang spijt van dat het in de steek gelaten heeft. Nou, een jaar. Wat zeg ik hier? Binnen een jaar, hoor. 100 keer heb ik dat beroemd. 100 keer. Dat zult dich weten. Jazeker. Wie het laatste is dan? Kom er steeds naar mij toe om te vragen of ik met hem moet dansen. Gegenzorg. Het was alleen maar omdat we al hebben dat ik bemiddelde tussen u twee. Dat wist ik. Anders gewoon ik lineairecht en hoes. Het is oe tussen ons twee en dan met basta. Moest ik het schoot loesteren? Ik heb dat man nodig voor mijn auto. En als ik hem niet wil zien, dan ga ze me naar boven naar die kamer. Wat? Of nog in de veld weglopen? Oh nee, Fineke. Dan kenst hij mij toch slecht. Ik zal hem laten merken dat er lok voor me is. Mits, zonder lok kent ze niet leven. Ik bedoel, slechte lok. Maar geen tormelante. Het is nu mijn auto die gemaakt moet worden. Dan kunnen we trouwens aan. En hou niet goed, joh. Als ze vrij kunnen bellen, dan ben je te weinig om onze koel. Tjie. Ik ben gedraagdig. Haar majesteit heeft geroepen. Haar wil is present. Goedenavond, mevrouw Weijer. God, en zo snel, meneer ja. Haar. Zeg hem dat een vrouwken op hem zit te wachten, dan is er nog sneller als Max Verstappen. Kijk nu zo. Oh, daarom koos je natuurlijk ook niet aan de telefoon zeggen hoe het omging. En moest ik het zelf maar komen bekijken? Nou, meneer Hermans, sorry, dat is niet hetgeen waarover ik je gebeld heb. Ja, dan kent het maar om één ding gewoon, hè. Dat is een auto. Ja, meneer Hermans, heb je volkomen gekregen. Och, ik heb veel liever dat je... Meneer Hermans, het is hier veel te ernstige zaak om er zo'n grapjes even te maken. Wil, natuurlijk, onder alle omstandigheden
Wat een moele meek, rustig. Wat zal zich nu met je stil houden? Mag ik van z'n loest wat voor zaken doen? De auto staat in de garage. En als je die ons even wilt gaan bekijken, dan kennen we machines. Hopelijk de auto weer kan. Wat een firma Hermans. Wat heb je bekeken? Het is al her gerepareerd. Zit net zo stom te kijken. Nog steeds dezelfde charlatan. Nog steeds dezelfde steen. Maar gelukkig leert mij dat alles is. Voor mij is er gestorven. Luister goed. Gestorven. Zijn dood niet. En wat een lachen. Die dik was een uur gaan verstoppen. Voor dat van de hoes gingen. En voor dik is het dus eigenlijk al gebeurd. Zie, met mijn rotsen met de muur. Maar hoef je zo te kijken. En die deur dadelijk fatsoenlijk dicht gemaakt. En ik ken dich. Als ik kop is, dan gooi ze met de deuren. Net die vreugde. Ach, zei je. En Prees, wil je ze met niks gesloos zien en oude fluitketel? Ja, dat is toch ook geen wonje? Ik ben net in de kleinste versnelling de berg opgefetst. Dat is gewoon de kuiten van Tom Dumoulin nog verrazelen. Met de versnelling? Is het dan zo vlot? Ja, zeker. Ik heb laatst nog een boete gekregen wegens overschrijding van de maximum snelheid van 50 km per uur. Hoe is dat wat ik kijken naar? Hoe hoort dat dan? Ja, dat is die de koolwerk aan van Valkenburg. Maar wat kunnen ze dan nu gedaan? Van de Maret. Bosse loesteren. Lopen we gewoon langs de grond. Ik ben wat daar staan, ik heb ja aan het tuintje. En dan staat een beurtje bij. Wat zijn hangen voor 10 euro? Ja. Toen heb ik nog geen met genomen. Wat is die kruik dan? Ja, voor 10 euro is toch wel maar je hebt haar. Zeg, ik wou die man gisteren tegenkomen, maar dat is ook niet net. Ja, dat heb ik niet gezegd, ja. Maar weet je wat ik je zo heb gezien? Dat mijn baas, Wil Hermans, niet naar binnen komt. Wat moet hij hier? Ja, wat zou hij hier komen doen? Naar een auto kijken natuurlijk. Oh ja, is dat kapot? Kapot? Je kunt ze bij die onzin. Nee. Misschien zult het dat we de auto gaan verkopen. Wat? Is je nu een auto? Wat je zoveel geld van geleerd hebt? We hebben toch dat eens gemaakt? Ja, dat weet ik van Marie Janssen, maar ik heb beloofd dat ik dat even zou vertellen. Maar toch vind ik het merkwaardig. Wat is er net gebeurd of zo? Wat vinden ze merkwaardig? Ja, luister, ik doe al 3 jaar het hoes al die wil haren, want ik kook, ik doe de was, ik poets het gouden hoes en ik ruim zelfs je werkplaats voor hem op. No. Ja, dat doe ik ook nog maar. Weet ze, ik heb nog nooit metgemaakt, ja. Zolang is dat ik voor een werk, ja. Wat heb ze nooit metgemaakt? Ja, zolang is ik voor werk heb ik nooit metgemaakt dat er... voor alleen maar een auto te bekijken. Nee, dat ik doe al 3 jaar wat het oorstel van jullie. Ik kook, ik doe de was, ik poets het gans. Ja, dat is ook een werkplaats opruimen. Wie wil zo dat? Dat is niet zo dat ja. Oh, het is toch niet te geloven. Loesjes! Goed zien blijven, daar weet ik niks meer van. Zal ik tegen Schip zeggen? Je wou me zoveel dat ze helemaal wit wassen allemaal is. Ja, wat wil ik ook wat zeggen? Oh. Was ze zo vrij van, was ze dat nooit als metgemaakt? Ja, nu weet ik het weer. Nog nooit heb ik metgemaakt, zolang is dat ik voor een werk. Dat er als een klant daalt om naar een auto te kijken, zich een nu over van me, een nu schnips en een zuiver overal aan deed. En dat we een auto hebben, misschien wel ook maar werken. En daarvoor komen ze hier naartoe? Ja, natuurlijk. Dan stuk je erachter en dat wil ik weten. Ja, dan vraag ze het hem toch zelf. Heb je Hermans? Jazeker. Nee. Ik ben niet nergens leuk. Dat zou me kans geen anders vertellen. Maar dat kan ik niet goed voorstellen, ja. Dan komt er toch wel achter. Waarom dat we nu overhemmen, een nu sliepst en een zuiver overal en aan gedaan. Nou, dan denk ik dat ze er niet langer op moest wachten. Nee. Want volgens mij komt het er zo aan. Dan moet ik maken dat ik wegkom. Daar, ik zin nog wel. Gelukkig zeg, Trees Roddel is weg. Jongen, vind ik er weer zeg. Dat was me enige maken.
Toen heb ik een gemaakt. Is het zo erg? Erg? Dat is moordwerk. Dat geef ik zeker. 2,500 euro kosten. Dat wil zeggen, als de wielophanging niet scheef is, het chassis niet is verborgen. Ja, dat zie ik pas in de werkplaats, hè. Zou ik in een dag of veel gaan doen? Zal ik hem niet direct metnemen, hè? Oh, het is toch niet waar, hè? Wat is niet waar? Zeg ze dat om de tijd? Of om dat geld? Ach, dat geld, dat maakt niet te veel uit om de tijd, natuurlijk. Oh, ja. Trouwens, weet je de man er al van? Nee, dat moet ook zo blijven ook, zeg. Oh, wie gaan we dat dan doen? Murk heeft zo'n auto nu, dat weet ik zeker. Ja, je moet dat nu toch doen? Het is geen oplossing. Ik weet wat, ja. Kom, zet het. Door is het toezicht. Noester. Ik wil met mijn gans team ervoor zorgen dat de auto vannacht weer wie nu wordt. Oh, als dat toch eens mogelijk zou zijn, zeg. Dat kun je handen op. Trouwens, ik heb ook een andere vraag. Hoe is mis eigenlijk, hè? Vindt het gek dat ze er niet is? Ik vond het eigenlijk wel gek dat ze er überhaupt woog. Ik doe er eigenlijk wel nog alles aan, hè. Dat het nog wel groot kan krijgen tussen ons. Wild, sorry, daar kan ik je niet mee helpen. Die deuk zal ze zelf moeten repareren. Maar nu mijn auto is op dit moment eigenlijk toch een beetje... Ja, goed. Ik bel even naar de zaak, ja? Is goed. Ja, Frans. Ik heb te lang in mijn zachte, ja. Een kansen nodig. Ja, lang. Hier met mij. Luister, nooit gevolg. Nee, wacht, beter. Schrijf ik op. Wacht, ik schrijf met, dan weet ik zeker dat ze met hebben. Doe ons direct wegkrijgen. En dan geest u mij gewoon een bumper, een koplamp en de rechter spatbord van een Nissan Casper. Ja, laatste nieuwe model. Bobby, dat moet binnen een uur op de werkplaats zijn. En oh, verwend dat het is. Dat is voor iemand wat de chaos niet aangeeft, verwend dat het is. Begrepen? Ja? Toby, schiet even op dat die spullen is gewonnen. En als ze de boete erop zat, dan geef ik straks af, geen afjes. Geen panden nodig. Ja, Sjaak. Loester. Rob Drek, Frans en Gildeen. Die moeten na de tijd direct weer gaan met het afwerken en het spuiten van de Nissan Qashqai. Laatste model. En dat doet mij dat tot middernacht, dat maakt mij gavond niks goed werken moeten doen. Doe in de lange, hier begin je over een uur aan de wagen vast te monteren en staat terug met die spul. En wat? Wat zei ze? Wat zei ze mee? Oh ja! Oh ja, dat ze, als dat zo is, hè, dan kunt je morgen vroeg terugkomen naar mij en dan kunt je terug de papieren komen halen en dan kunt je de strollen kunnen solliciteren, begrepen. En dan zit je even op. Zal me gaan weren. Mijn leven, wie? Oh, wist hoe dat kan zeggen? Mijn leven, wie? Maar dat horen dit al leven, wie? Nee.